kom mijn boterhammen. Dimitri. Hier, zeg. Of je dan nu eet of je eet helemaal niks, dat is toch hetzelfde, hè? Ik moet op mijn lijn letten. Op uw lijn letten? En jij wilt kindjes krijgen? Dat zal moeilijk zijn. Chicootje toch. Zeg, Doortje. Ik heb toch niet graag dat je hier komt werken. Die knul doet niks aan ons pesten. Voetbal, dat is mijn zaak niet, hè? Ja, maar de mijn toch? De mannen gaan me nogal uitlachen. Luister, je kunt nog altijd terug, hè? Pico, nog voor de laatste keer. Wij willen ons eigen huis bouwen, ja? Ja. Met geld dat jij op school verdient, kunnen we alleen een tent kopen. Oh, zonder oh, grondzeil. Dus moet ik bijverdienen? Zo simpel is het toch? Ja, oké. Maar daarom moet je toch niet bij zo'n idioot komen werken? Tegen zo'n gezicht kun je toch niet de hele dag aankijken zonder ziek te worden? Is verdekken de man met de grootste mond van West-Europa. Tot gaan, ja. Ah, Dimitri. We hadden het net over de kermis. Ja, ja. Vorig jaar stond daar een man. Kom, Doortje, ga maar een bureau, kom. Voilà, dat is uw paleisje. Oh, dat is eerder een stalletje. Ja, maar ik heb de tijd niet gehad om op te kuisen. Maar ben er zeker van dat jij er een bezoeken gaat van maken. Oké. Waar zijn de boeken? De boeken? Inkomsten, uitgaven, BTW. Ah, ja. Hier. Dat is in en dat is uit. Dimitri. Doortje. Oh, terug. Nee, hier. Terug. Oh. Ja. Oké. Okay. Oh. Ja. Pico, Marcel. Pico, luister. Je doet alsof je die vrijschop gaat nemen. Maar dan loopt je erover. En dan ga je Marcel knal. Begrepen? Ik heb het maar voor te zeggen, kampioen. Bon. Ja! Voilà, Pico. Mijn systeem werkt. Ja. Dat is niet moeilijk met zo'n keeper. Koppen, zeg je? Ja. Toch geen familie van... Dat zeggen ze allemaal. Nee, dat is klasse. Echt puur klasse. Kijk nu, hè. Kijk. Attack. Dat is knap. Ja. Dat is heel knap. Oh, dat zeg je. Dat moet je zelfs geen kenner voor zijn. Hè. Dat is, Ik ben de kenner, meneer Bomen. Ja. Bon. Ik heb u een voorstel te doen waar iedereen beter zal van worden. Ja. Ploeg, Pico zelf, de clubkas. Ja, en dus jij ook, hè? Wat denk je ervan? Eerste plaats. Een stukje worst. Oh, nee, hè. Nee, Dimitri. Ik wil weten waar ik aan toe ben. Gaat je mij inschrijven als bediende of hoe zit het? Inschrijven? Maar al uit, Doortje, denk een keer na. Waarom zou ik u inschrijven? Voor als ik zonder werk val, tja. Dan kan ik tenminste gaan doppen. Voilà, zo gaat dat in. Vrouwen die even gaan werken en daarna de rest van hun leven gaan doppen. Nee, Doortje, dat is een staatbesteden. Je werkt fijn zwart. En dat is niet stelen, zeker? Nee, dat is niet stelen. Als ik u uw sociale dingen zou betalen, zou ik mijn eigen bestelen. En dat is pas stelen. Pas op, we varen er ook al wat weegoed bij. Ik kan u ook meer betalen. Ah, en hoeveel zal dat dan zijn? Wel, 100. Maar nee, niet 100 natuurlijk, 150. Ah. Oh. Maar wat doet jij nu? 150, daar denk ik nog niet. Ja, maar niet zo rap, dat was maar een voorstelletje, hè? Een ander, Dimitri. En een beter. Wat denk jij zelf? 250. Wat? Ja, tenminste. Zeg, jij wilt maar failliet zeker? Weet je wat dat Carmen verdient bij Boma? 160 frank per uur. Carmen is een kuisvrouw en ik ben een bediende. En trouwens, Dimitri staat te liegen, hè? Carmen verdient 220. Morofa. Ze heeft het mezelf gezegd. Er zijn natuurlijk altijd mensen die hun eigen portemonnee beliegen. En vergeet niet, je werkt fulltime, hè? 170? 175? 180? Vooruit, Doortje! Luister een keer hier, Dimitri. Ik zal nog een laatste voorstel doen. Ja. 200. Het is te nemen of te laten, hè? Allee. Wat denkt ervan? Nou, dat kan het waard zijn, hè? Oké. Eerste provinciale dus, hè. Ja. Ze hebben mij gevraagd, kijk eens uit naar een goede spits. Wel, uwe Pico Kappes is mijn man. Ja. De transfersom... Later.
Eerst het principe, Balthazar. Ja, bij het principe is het in orde, hè, Noël? Hé, Oscar? Zeg, hé. Dat is toch fantastisch? Ja, dat ze mij de beste speler afpakken, dat is fantastisch, ja. Moet dat anders bekijken, hè, Oscar? Voetbal is management, hè? Voilà. En er is heel veel geld mee gemoeid. Ja, die mannen vergeten hoeveel geld mij dat kost. Ik heb nu nog net nieuwe netten moeten hangen. Ik heb nu het veld nog moeten inzagen. Ik weet wel dat het voor u een goede zaak is. Eerste. Een goede trainer moet van nul kunnen beginnen en dan een ploeg opbouwen. Voilà. En of dat Pico Koppers zo'n goede ploegspeler is, daar heb ik mijn twijfels over. Hij is de beste. Heeft hij u in de steek gelaten tegen het leger? Dat was omdat zij een tenue niet helemaal... Ja, ik vraag u of hij u in de steek gelaten heeft tegen het leger. Ja, luister, dat is van familiale omstandigheden. Heeft hij u in de steek gelaten, ja of nee? Voilà. Maar ik begrijp meneer Kruken ook. Natuurlijk wil hij een vervanger. Wel, als we tot een akkoord komen, dan krijgt u van mij een speler en een goeie bovenop de transfersom. Als dat niet genereus is. Ah. Wie is dat? Raymond van Keer. Een hele verstandige boy. Kent jij die? Ik ken maar één Raymond van Keer. Die is missionaris in Chili. Wat is dat? Je drinkt er nog één. Nee, ik moet naar DDT. Stukken? Mijn achterlicht. Carmijn rijden ze achteruit. Pataat tegen een paaltje. Vrouwen, allee, omdat je blijft aandringen, nog een dagschotel. Pascal, dat is eentje van mij. Ja, dat is goed. Zeg, maar dat jij Doortje laat werken bij DDT, daar staat mijn verstand bij stil. Ja? Ja. Waarom? Gaat toch die werken bij de vijand? Tja, ik weet het. Maar een mens heeft niet altijd de keuze. Hè. Voor een principe moet het hard zijn. Jij bent een goeie guy. Doortje mag er niet gaan werken, maar je laat er wel uw auto repareren. Oh, jongen, dat is eerkracht. Ja, bij mij ook. Ja, ja, inderdaad. Zij de gij een vent, zeg? Tegen een vrouw moet je eens een keer nee kunnen zeggen. Gelijk jij. Als je dat maar weet. Ja, bij Krukken. Ah, Carmen. De Jure. Ja, die is hier. Nee, hij heeft gezegd dat ik hem niet mag storen. Dat is goed, Carmen. Ja, ik zal het regelen. Dag, Carmen. Ik moet zeggen, jij bent een goeie cafébazins, hè? Het was voor Boma. Ze moet daar gaan kuisen en alles is op slot. Oh, zeg dat dan, hè. Pieke, ga de sleutel eens vragen aan meneer Boma, want Carmen komt hem halen. Dit is. En trek eens een ander broek aan. Zeg, dat is een kei toffe broek. Hoi, ben je weg, hè? Wel, Sabine. Ik had ineens zo'n grote dorst. Mijn achterlicht. Uw achterlicht? Uw achterlicht heet Carmen, zeker? Hm? Oh. Ontplof. Ja, 250.000 frank is toch niet te duur, hè, Noël? Dat is veel te duur in Balthazar. Oh. En daarbij is geen ploegspeler. Meneer Boma, ja. Mag ik u... Bieke, alstublieft, ik ben hier bezig met belangrijke besprekingen. Maar ik Carmen die belt jij straks, zo... Bieke! Zeg, Oscar, hoe is dat mogelijk? Kom, Bieke, kom. Geen goede ploegspeler, wie zegt dat? Jijzelf? Hij heeft u in de steek gelaten tegen het leger. Ja, maar dat was omdat hij zijn tenue niet had. Vraag u of hij u in de steek heeft gelaten tegen het leger. Wat waren familiale bestanden? Balthazar heeft u in de steek gelaten tegen het leger, ja of nee? Ja. No further questions. Hé? Allee, kom, ik zal een gest doen. Ik ga tot 200.000 frank. Dat is mijn laatste voorstel. Aanvaard dat niet, dan bol ik het af, hè? Ja, dat is een spijtige, mannen. Ja, Oscar, blijf zitten. Godverdomme. Het is goed te zien dat jij niks weet van zaken doen. Luister dan wel. Zeg, als hij denkt dat ik een hele dag achter zijn gat blijf lopen, dan heeft hij het missen. Carmen, op zoek naar uw Xavier? Nee, die is het achterlicht gaan laten repareren. Tja, is dat kapot? Hoe zou dat komen? Hoe dat komt? Mm-hmm. Meneer rijdt eens een keer achteruit, hè, pataat tegen een paaltje. Hè? Mannen, hè. Godverdomme. Zeg, Pascal, eet jij mijn sleutel? Oh god, Bieke moet in hebben. Bieke! Ja? Zeg, Carmen, wat dat daar binnen gaande is, dat weet ik niet, maar het is een groot geheim. Ja? En wel, heb je de sleutel? Nee, hij wou niet. Oh, hij wou niet. Pieke, er zijn hier belangrijke besprekingen bezig. Oh, voilà, ze, daar komt het dan speciaal voor naar hier. Maar niet met mij. Want vanaf nu beginnen mijn uren te tellen aan 180 ballen. Hè. Als je dat maar weet. Hè. Pascalke, een filterke. Een filterke, Carmen. Pico. Ja, Pieke. Pico, als een ander ploeg aan u zou vragen of jij bij hen zou gaan spelen, zou jij dat doen? Dat zal niet gebeuren. Ja, maar als het nu toch zou gebeuren? Ja, als ze betalen, ja. Ja? Oh ja. Jij zou je ploeg in de steek laten voor wat centen. Luister,
Ons Doortje die moet al gaan werken bij die zak van een DDT om wat geld bij te verdienen voor ons huis. Waarom zou ik dan niet gaan shotten als ze me daarvoor betalen? Allee, kom, geef me nog een fruitzakje. Dat vind ik verraad. Allee, Bieke, wat krijg jij nu? Is dat een fruitzakje? Dat ziet je toch. Bieke, schenk dat glas eens vol. Dat is genoeg. Schenk dat glas vol, zeg ik. Nee. Bea? Bieke, Bieke. Bieke, kom terug, zeg ik. Ja, Pascalke, daar gaat uw peren nog mee zien, hè? Allee, ik wil mij daar niet mee moeien, hè, maar... amai, merci. Piepshow? Je moet het personeel in de gaten houden. Ja. Schoon carrosserie. Zeg, komt je me vaak bespioneren hier? Wie bespioneert hier wie? Kun je eens niet naar mijn achterkant kijken? Zeg, hé. Mijn achterlicht bedoeld. Als je dat een beetje kunt repareren. Is geen probleem op vervangen, hè? DDT, oké, dat weet je. Zeg dan, waar gaat het naartoe? Ik moet doortje. Niet tijdens de werkuren, hè? Weet je wat zo iemand kost? Maar Pico wil op een andere. Oké, Pico wil op een andere. Als je een koffiekletsje wilt houden, doe je dat in het café, maar hier moet je gaan werken. Maar dat kan, Trek. Ik zou veel komen. Pico op een ander? Dimitri. Zal het gaan, ja? Ja, alles in orde. Hoe is het met Pico? Goed, zeker. Nog altijd de grote liefde? Dimitri, dat zijn toch uw zaken niet? Nee. Maar wat zou je nu zeggen als hij op een ander zou gaan? Die doet dat niet. Nee, natuurlijk niet. Maar als hij het nu eens zou doen? En wel, dan zou ik hem op zijn kop timmeren. Oh ja. Zeg, wat moet ik daarmee? Je kunt het nooit weten. Samengevat is dat 200.000 frank voor de club en 10% daarvan is voor de spelers. Maar 10%? Ja, dat hebben wij maar 180.000. Dat is wettelijk Balthazar plus Raymond van Keer. Raymond van Keer, wie is dat? De missionaris in Chili. Dat is de jonge verstandige speler. Die het ver zal brengen bij de goede trainer. Dan, zoals afgesproken, Pico, 10.000 frank per maand voor u, plus de premies natuurlijk. Gaat je dat nu echt doen, Pico? Tja, hoe zou het zelf zijn, Oscar? Dat is toch een kans voor die jongen, Oscar? Akkoord, Jeroen, kom. Ja, maar nog geen voorwaarde. Ik zou eigenlijk nog graag een trainingsmatch zien. Oei. Ja, dan kan meneer Krukke ineens die Raymond van Keer eens testen, hè? Ja, maar nu kan ik wel geen ploeg meer optrommelen, hè? Hoewel, dat moet je verstaan. Je kunt 6-6 spelen, hè, Oscar? Met 12 man, op een heel veld. Ja, dan op de 11 van het veld, hè. Ja. Vul de contracten maar in, Noël, jongen, zullen ze daarna tekenen. Allee, Pico, proficiat, hè, jongen. Dank u. Noël, bonsaals. En als ze Pico verkopen, dan kunnen we het vergeten, hè? Ja. Het hele ding, hè? Concept. Het hele concept staat of valt bij Pico. Ja. Je weet misschien ook al voor hoeveel dat hem verkocht wordt, zeker. Hè? Ja, voor 200.000 frank. Wel. En hoe weet jij dat allemaal? Van DDT? Een draadloze verbinding, hè, Pascalke, tussen de living en de garage. En als Pico in de proefmatch tegen mij moet spelen, dan ga ik keepen als ik nog nooit gekeept heb. Hij zal er geen binnenkrijgen. Ja, hoe gaan we dat doen? Een plakkaat in uw goalange met verboden toegang. Oh. Ik weet dat jij mij graag ziet. Ik snap trouwens niet waarom dat ze Pico per se moeten hebben. Want als je een keer zijn spelletje door hebt, dan raakt hem geen grond niet meer. Hoezo? Allee, Pico kan toch alleen maar links voorbij. En als je hem niet laat vangen aan zijn schijnbeweging, dan heb je hem iedere keer liggen. Allee, ik zal u dat eens laten zien. Kom, Pico. Jij komt naar mij toegelopen. Ja, ik heb zogezegd een bal in mijn voeten en jij probeert die af te pakken. Ja, allee, vooruit. Allee, Bieke, pak zelf jij zo een bal af. Ja. Ere maar. Kom maar af, hè. Voilà. Ja. Oké. Okay.
als je nu weet dat ik die beweging ga maken, wat doe je dan? Ja. Hé? Xavierke, jij wordt nog trainer, manneke. Misschien. Ja. Misschien. Maar ik zal tenminste nooit meedoen aan dat spelletje van spelers verkopen. Oh. Ja, ja. Mensen, dat wordt niet verkocht. Oh, zeg, Oortem, de grote filosoof. Verkopen, dat is normaal, Xavierke. Alleen, jij zult dat nooit voor hebben, natuurlijk. Hè. Ja, mannen, ik heb groot nieuws. Ja, Boma, we weten het al. Ah, Pico, met u moet ik eens een woordje spreken. Nee, straks, Xavier, ik moet even naar het doortje. Meneer Boma, je komt zeker met een sleutel brengen. Hè. Uw sleutel? Ja. Je mag ze anders helemaal hebben, zijn ons, Carmen. Je kunt ze kopen voor 200.000 frank. Wat is dat in godverdekke? Hier, zeg ik! Hier! Ja, dat is toch normaal niet, hè? Zie je dat? Dat is wat ik wel zeggen, zeg. Frank Doortje, plus de winstpremies. Dat is dus tenminste 15.000 frank. Je moet hier helemaal niet meer komen werken. Pico, ik verdien hier 32.000 frank. Dat is meer dan dubbel. Zeg, er is toch iets meer in het leven dan geld? Jij bent over geld begonnen, ik niet. En? Dimitri, ik mag toch wel een keer spreken met mijn man, zeker? Ah, dat. En dat moet hier gebeuren. In mijn bureau. Als het schaftijd is, dan doe ik wat ik wil. Laat ons nu alleen, ja? Hm. Ja, de... Ik was al zo content. Oh, Pico, het is toch niet omdat jij een paar frankjes verdient met je voetbal dat ik het recht niet meer heb om te gaan werken? Een paar frankjes? Ja, wat is nu 15.000 frank? Ja. En hoe lang gaat dat duren, hè? Je weet dat een voetballer versleten is als een 32 is. Schaf, dat is gedaan! Allee, pa, uw beste speler verkopen. Bieke, jij bezit een veel te idealistisch kind. Jij zult nog veel moeten leren. Dat is een dikke cliché, hè, ma. Ah, dat is een cliché. Elke keer als ik u iets zeg dat u niet aanstaat, dan is dat een cliché. Ken dat. Maar alleen, wat blijft er nu over als Pico weg is? Ja. Wie weet wat voor een krabber in de plaats komt. Dikke shit. Maar, shit, shit, shit. Let eens een beetje op uw woorden, zeg. En daarbij, transfers die gebeuren overal. En daarbij, uw pa, die weet heel goed wat dat... Onze pa, die heeft niks te zeggen. Alsjeblieft, hè, Bieke, zorg dat niemand dat hoort. Uw pa die heeft hier alles te zeggen. En ik vind, hè, dat jij eens een klein beetje meer... Als jij nu trainer... Oscar zwijgt, ik ben aan het spreken. En ik vind, hè, dat jij eens een beetje meer manieren moet leren. Het zou bij ons thuis niet waar geweest zijn. In mijn tijd? Ja. In mijn tijd luisterden de kinderen naar hun ouders. En zetten ze zo geen grote mond op. En in mijn tijd werd er niet gediscuteerd als je aan het eten waard. En als er iemand die te zeggen had, dan was dat de vader. Is niet waar, Oscar? Ja. Zo was dat in mijn tijd. Ja, Oscar, het is goed. Ik ga wel. Dat ga je zo op je kop laat zitten door ons ma, hè? De mens moet de kerk in het midden houden, hè. Ik zou daar niet tegen kunnen. Pieke. Waarom denk je dat mannen vroeger doodgaan dan vrouwen? Dag, meneer. Ja, dag, mevrouw. Ik ben hier toch bij meneer Oscar Krukke. Ja, dat klopt. Dat is zeker, ja. Mijn naam is Raymond van Keer. Ik zou komen meespelen met FC De Kampioenen. En ik had mij graag even voorgesteld aan de trainer. Ik stoor toch niet, mevrouw. U was misschien aan het eten. Nee. Wat is juist gedaan. Ah, ja. Ga zitten. En wilt u misschien iets drinken? Een choco graag. Een choco. Ja, we hadden het juist over u. Ja, mijn man zal zo blij zijn als hij u ziet. U doet toch nog iets anders dan voetballen? Ja, ik ben onderwijzer, mevrouw. Oh, onderwijzer. Ja, dan hebt u zeker tijd genoeg om te voetballen, hè? Hoeveel moet ik u, mevrouw? Oh, dat is niets, jongen. Dat is van de zaak. Ah, dank u. Ja, een momentje. Ik ga dan nu de trainer gaan halen. Ja. Pas
Oscar, bezoek voor u. Ja, wie nu weer? Raymond van Keer. Tja, is hij al terug uit Chili? Zeg, is dat die een nieuwe voetballer? Ja. En is hem een beetje... Ja, Bieke, wat is dat nu weer een beetje... Ziet hem eruit of hem kan voetballen? Och, dat, maar Bieke, dat weet je toch nooit? Allee, kijk nu eens naar uw pa. Maar hij is opgevoed en het is een onderwijzer. Hmm. Is hem knap? Knap? Wel, als je zo'n witte jas aantrekt, dan is precies een van die knappe dokters uit het medisch centrum vest. Bieke, waar gaat er naartoe? Mij laten onderzoeken. Bieke. Allee, ma. Allee, kom eens hier. Doe die melkjes eens naar beneden. Doe die band maar. Ja. Die jongen, wat gaat hij nu doen? Bon, ik wil je uitproberen. Maar niet alleen in de aanval, ook in de verdediging. En straks tijdens de oefenmatch zullen we moeten spelen op Pico Koppes. En dat is geen gemakkelijke, nee. Ik zal mijn best doen, trainer. A la bonheur. Hoi. Dag, juffrouw. Ja, kom, ik zal u de kleedkamers laten zien. Heb jij al gedaan mee eten? Ja, ja. Oscar, komt je verder eten? Ja, Pascal, het is nu de moment. Ik wil net even... Bieke, laat jij meneer Van Keer maar alles zien. Oscar, ja. Uw puree wordt koud. Ik weet het, Pascal, ik weet het. Mijn naam is Raymond Van Keer, aangenaam. Ik ben Bieke. Bon, ik zie u dan straks terug na 5 uur. Zeker, trainer, zeker. Ja. En dankt u mevrouw nog eens voor het drankje. Gaan we dan? Ja, ja, graag. Oscar. Ja. Voilà, de kleedkamer. Banken, kapstokken. Beetje primitief, hm? Maar tof. Ja, in de grote vakantie mocht je hier wat komen schilderen, hè? Schilderen, dat doe ik niet, juffrouw. Wel een beetje beeld houden, maar... Ik bedoel niet schilderen, schilderen! Ah, ja, ja. Ja, sorry, ik denk altijd een beetje artistiek, hm? Maar ja, de zaak een beetje opfrissen, waarom niet, hè? Zeker als u er bent. Oh, maar ik ben er niet altijd. En niet voor iedereen. Voilà, de douches. Ah ja. Allemaal samen? Ja, ja. Ons mannen hebben niks om beschaamd over te zijn. Ah ja. Zeg, waar is dat oliespuitje? Dat stond altijd hier. Ah, dat staat nu in de garage. Ja, maar... Ja, een bureau is een bureau, hè, Dimitri. Zeg, die papiertjes waar ik de rekening op maak voor mijn klanten? Die zitten hier in deze laag. Ja, maar daar lagen mijn potloden en mijn rekenmachientje. Ah, wel, die liggen nu hier. Ja, maar... Zeg, Dimitri. Ja? Als je nog een keer van die vuil vodden hebt, dan mocht je die hier toch niet laten rondslingen. Mag je toch wel komen, zeker? Natuurlijk. Als je maar proper bent, hè. Kijk, dat is hier de kas. Ja, maar... En het juiste bedrag vind je daar terug in die boeken. Jij bent goed, jij. Ja, ik weet het. Maar ik maak van u ook nog een goeie, hoor. Allee, tot morgen, hè. Ja, maar zeg. Maar, zeg, maar waar is dat telefoonboekje? Zeg! Ik vind er geen een bal. Nonde. Ja, dat is niks, mannen. We zijn toch ballen genoeg. Hier, voilà. Dat stukje garagist geeft toch nooit een bal terug. Ja, begin maar terug. Ja, begin maar terug. Goeie, Xavier! Oh, dat is niet zo erg. Ja, maar met zo'n been kan ik niet verder spelen. Hè. Ik moet morgen voor de klas staan. Hè. Rustig. Ja, dan spelen we 5-6, hè, mannen. Oh, wow. Zeg maar, helemaal minder. Zeg maar, laat mij meedoen. Dat is goed, kampioen. Ik speel graag met de meisjes. Ja, allee, Oscar. Laat ze toch meedoen. Allee. Dat vragen dan de voorzitter daar, hè. Allee. Ja! Pieke. Je weet het, hè. Pico shot rechts en dan ga links voorbij, oké? Okay? Dus denk je... Hey? Succes, hè. Ja, dat was obstructie, hè. Ja, goed,
Zeg, hé. Wel als obstructie hier, hè. Maar we zijn misschien het bij de kinderen gelijk dat je daar zit. Kom op, mannen. Perfect. Oscar. Ik kom daar niet tussen, hè. Ja, dat heb ik nog nooit geweten. Een trainer die hier tussen... Noël. En op zo'n belangrijk moment kan ik het niet waarmaken. Ja. Is dat niet om in uw buik te bijten van miserie? Zeg, Bieke, wat had jij mee hebt aangedaan? Hè? Allee, Pico, ik kan er toch niks aan doen dat jij je bal uit afpakt? Ja, ja, Bieke. Twee pintjes en een koffie. Ja. Pff, hoe kan dat nu? Tja, zeg. Hoe kan dat nu? Maar alleen, Pico. Bij ons zijn het tenminste zeker van uw plaats in de ploeg. Ja. Wie weet zou het geen eerste provinciaal altijd op de bank moeten zitten. Maar ik denk dat ik het weet. Oh. Niet te rap conclusies trekken, hè. Bieke, hè. Die heeft geen reflexen. Als je iemand tegenover u hebt met reflexen, wel, die volgt een schijnbeweging. Heb je iemand zonder reflexen, wat gebeurt er? Je loopt u te pletter. Ja, ja, maar dat zal het zijn. Dat zal het zijn. Zeg, dat is interessant voor u, hè, Oscar. Wat? Allee, zo, een annonce in de gazette. De spelers gevraagd, zonder reflexen. Ik heb er al eerder in de goal staan, dat is al meer dan genoeg. Zeg, Pico, kom, drink er nog eentje. Nee, Xavier, ik ga naar huis, joh. Ik ben kapot. Weet je wat me dat per jaar kost? 120.000 frank, plus de winstpremies. En nu, Bieke? Jij kunt dat toch niet aan doen? Och. Wat? Pubers, hè? Eens kijken, doodje naar 200 frank, dat is 1600. Dat is 1000. 500, 100, 1600. Doortje? Hmm? Ik moet u iets bekennen. Zeg niet dat je een ander hebt. Hè? Maar nee, Doortje. Het is van die transfer. Dat gaat niet door. Oh, dan is het niks. Niks? Oh nee, natuurlijk is dat erg voor u, hè. Maar het is maar goed dat ik nog iedere dag geld binnenhaal. Hè? Wie is dat? Nu nog? Wacht eens op. Hallo, bij Koppens? Met Doortje? Het is Dimitri hier, hè. Ik zou willen zeggen, Doortje, dat je heel proper werk hebt geleverd. Maar zo proper, dat is ook niet nodig, hoor. Pas op, niet dat ik u niet kan betalen, want je weet, ik ben een businessman, hè. Maar dat fulltime werken, dat is te veel. Dus wel parttime, dus een paar halfdagjes in de week, hè. Maar we gaan er morgen niet serieus over klappen. Allee, dag Doortje, goedenacht, hè. Gast? Dat is Dimitri. He? Dat van dat fulltime werken zal ook niet doorgaan. Het wordt parttime. Wat nu? Oh, geef de hoortje. Ja, parttime? Huh? Hm? Verstaat het niet? Parttime. Hm? Hier! Ja.